ik heb uiteindelijk voor mijzelf de conclusie getrokken dat ik eigenlijk niet lang meer op deze wijze verder wil. Ja, goed. Dus laat ik vooraf even zeggen hoe dit ook gaat lopen. Ja. Dat er voor mij veel spanning op staat. Dat kan ik niet anders zeggen dan dat. Ja. Nou ja, voor mij minder. Dus dan kan ik ook niks anders zeggen dan dat. Maar hij is er. Hij is er. Kijk eens. Hij is er. Het boek der boeken. Het boek waar we het toch altijd over gehad hebben. Ik bedoel, het meest besproken boek van dit programma. Het is bijna in het rijtje de Bijbel, de Tora, de Koran. Dennis Schouten. Dennis Schouten. Ja. Nee hoor, maar... Nou, vele van. Kijk eens aan. Het is, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb het nog niet gelezen. Want dat kan ik nog niet. Maar het is in ieder geval een prachtige koffer. Godverdomme, we zijn een beetje VI aan het worden. Dat we ons eigen boek aan het verkopen zijn. Maar goed. Ja. Maar nee, het is wel een mooie koffer. Dennis Schouten. De titel... Beschadigd op weg naar de dood. Nou, dat is in ieder geval een hoopgevende tekst. Ja. Nou ja, ik zal er wat proberen over te vertellen. Dat kan ik nu doen, omdat ik van de week met veel anderen heb gepraat. Want er werd natuurlijk veel gegrapt van nou iemand van 28... die dan zo ijdel is om een boek over zichzelf te laten schrijven. Wie heeft die grapjes gemaakt? Jij. En dat is eigenlijk nooit het idee geweest. En misschien is het ook niet het programma om te doen. Maar goed. We zitten hier al zo lang, dus dan deel ik het ook maar met jou. En ik heb het al met jou gedeeld vrij onlangs, want jij kreeg wat stukken te lezen. Ja. Ik heb al enkele jaren dat ik er eigenlijk niet meer zo heel veel plezier in heb. En daar heb ik veel aan gedaan de laatste jaren om dat op te lossen. Dat heb ik niet allemaal hier serieus besproken. Dat heb ik ook nooit met jou besproken. Dat heb ik eigenlijk met weinig mensen besproken, want die... kunnen dat niet voor mij oplossen. En mogelijke medicaties, psychologen of een verhuizing wel. Maar dat heeft het niet opgelost. En toen heb ik wat onderzoeken daarna gehad in het ziekenhuis. Of er dan andere dingen waren om te vinden. En die zijn er niet. Er zijn wel wat conclusies getrokken dat dat kan komen door medicatie van vroeger. Dat is aannemelijk, maar ook niet vast te stellen. Zijn er natuurlijk wel vaker periodes geweest dat het wat minder ging. Dat heb ik hier ook wel eens later doorschreven. Maar ik heb uiteindelijk voor mijzelf de conclusie getrokken dat ik eigenlijk niet lang meer op deze wijze verder wil. En dat was in eerste instantie een gedachte waar ik zelf... iets bij hart van dat klopt niet en dat hoort niet, want wie wil dat nou? En laat ik het ook eerlijk zeggen, ik heb het ook zeker niet slecht. Ik heb het op papier hartstikke goed, maar ik haal daar heel vaak niet meer geluk en plezier uit. En dat wordt steeds minder. Dat voor mijn gedoe alles moet en niet meer leuk is. En ik heb dat op een gegeven moment met mensen besproken. En op een gegeven moment ook een beetje zo besloten dat ik niet de behoefte voel om... om een pensioen te halen, zeg maar. En toen heb ik met Andries, die hier natuurlijk een keer bij het programma is geweest, gepraat. En toen hebben we dat besloten om dat op te schrijven. Want ik bedacht, nou ja, als dat moment dan daar is, of hoe het ook gaat, staat het in ieder geval geschreven. En dat is een misschien interessanter dan een biografie van iemand over 28, waarin, uiteindelijk is het dat wel, maar het gaat uiteindelijk daar, zeg maar, naartoe. En ik heb jou dat laatste laten lezen. Ik weet niet wat jij daar dan van vindt. Nou, kijk, het is natuurlijk... Ik heb de laatste... Wat is dat laatste hoofdstuk? Laatste paar hoofdstukken. Dat hierover. Die heb ik gelezen. En het komt natuurlijk wat... het is een soort komsie komsaai, hè? Aan de ene kant komt het heel rauw op je dak als je het leest. Hè? Wat jij zegt en wat je wil en wat je voelt. En aan de andere kant... Ja, ik heb inderdaad laatst nog een grap gemaakt van... ga je ook je toekomst beschrijven in het boek? Dan zal het wel in een trapgat wezen. Ik zat toch wel redelijk dicht bij de waarheid. Behalve dan dat je weigert het in een trapgat te gaan hangen. Wat ik eruit heb geventileerd, uit wat ik heb gelezen... is
dat het groots aannemelijk is door wat jij in je jeugd hebt meegemaakt, ten aanzien voornamelijk wat je moeder je heeft aangedaan en de enorme hoeveelheden medicatie die ze in jou heeft gepropt, dat jouw geluksheidsstofje gewoon niet meer werkt of misschien helemaal niet aanwezig is. En dat je dus eigenlijk gewoon elke dag een soort van struggle hebt om uit je nest te komen, omdat je weet dat je nergens van gaat genieten. Al zitten er 25 wijven op je neus. Overigens hou je daar überhaupt niet van. Maar als je het, het wordt toch niet leuk. En daarnaast heb je dan ook nog allemaal het gevoel dat alles perfect moet zijn. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje lastig als je het leven niet helemaal ziet zitten. Want dan is al per definitie niks perfect. Het is een heel verdrietig verhaal eigenlijk. En de grap is natuurlijk wel dat we hier 3 jaar lang over iedereen en alles los zitten te trappen en over de ellende van een ander niks beter kunnen doen dan verschrikkelijk hard lachen. Ja, nu zitten we zelf een beetje hier een beetje te kniezoren. Nee, het is... Maar ja, kijk, het is jouw keuze en ik ben daar heel makkelijk in. En misschien wel een beetje te makkelijk. Ik vind gewoon, als jij komt op aarde, dat is je niet gevraagd. En wat je wel in handen hebt, is dat je van de aarde gaat. Ja. En als het jou rust geeft of jou voldoening geeft om nog een tijd te leven, maar niet te lang. Dan denk ik dat het goed is dat jij dat in je eigen handen neemt. Ja. En dat jij de regie daarover dus zelf bepaalt. Hoe pijnlijk ook. Maar, nou ja, kijk, het fijne is ook dat het kan. Als jij dat zou willen, denk ik dat dat niet kan. Als je 3 kinderen hebt, betreffende verantwoordelijkheid. Nee, maar dat vind ik een ander verhaal. Jij bent eigenlijk op aarde met en voor jezelf op dit moment. En Buddy. En Buddy. Wat ga je met Buddy doen? Buddy, die gaat naar de buren. Oh. Ik wil Buddy graag hebben. Het enige naar wie ik die verantwoordelijkheidsgevoel wel heb is Aseline. Je zuster? Ja, want die is natuurlijk een beetje met dezelfde ellende. Alleen, dat was vreselijk van de week. Omdat dan haar te vertellen en te lezen. Dus nee, dat zal dan ook niet komende weken, maanden zijn. En ik kon er dan wel een tijd aan vasthangen. Maar dat wil je ook niet, want dan gaan mensen je daaraan vasthouden. In ieder geval wil ik wel zeggen, aangaande jou en dit programma. Kijk, ik ga alles... het verschil is wel eens, je hebt wel eens mensen die zijn ineens zomaar weg. Laat ze eerlijk zijn, dat komt vaker voor. Dat vind ik een beetje flauw. Dat ook. Vind ik ook niet netjes naar alles. Dus ik wil wel alles goed en achterlaten. Dus alles en iedereen waar ik een warm hart toe draag. Dus ook dit programma en dus ook jou. Dus te zijner tijd zal dat opgelost zijn. Dat hier dan wel iemand anders... Ja, dag. Ja, of wil je mij opzetten? Nee, maar dan zit ik weer met een of andere idioot uit Santé. Nee, dat gaan we dan echt oplossen. Dat gaan we dan echt oplossen. Wilt u trouwens dit programma... roddelpraat.backme.org? Of is dat niet het juiste moment? Is dat niet het juiste moment? Als het niet meer kan, hoef ik helemaal niet... Nee, maar als je nu denkt, ik ga nu mijn donatie stoppen... want Dennis die stapt de volgende week uit. Dat doet hij dus niet volgende week. Nee. Duur nog even. Ja. Je hoeft er geen tijd aan te hangen, maar zeg maar in ieder geval dat die donaties... Ik moet ook eten. Ja. En ik ook nog steeds. Kijk, maar het is niet zo dat... Nogmaals, ik wil daar geen beloftes van tijd aan doen. Want de ene dag is anders dan de andere dag qua... Nee, maar kijk, laat ik het zo... Ik heb dat boek natuurlijk niet helemaal gelezen. Maar wat ik heb gelezen is dat jij zegt... joh, ik ga niet tot mijn 70ste, 80ste rondlopen... op deze aardkloot, terwijl ik vanaf mijn, 20ste nog nooit een dag gelukkig ben geweest. Nee, maar het zal niet langer zijn dan 10 jaar. Nou ja, precies. Dus haal je de 40 niet. Maar goed, tot zover dat tragische verhaal. En waarom deed ik dat nou? Nou ja, uiteindelijk... Tragisch. Dat is natuurlijk in the eye of the beholder. Zo is dat. Nee, want ik heb natuurlijk liever dat ik het zelf zeg dan dat het elders staat. Ja, ik wil trouwens even 1 ding zeggen. Ik maak nu wat minder, omdat ik het ook wel even een beetje normaal wil aanvliegen. Normaal maak ik natuurlijk overal keiharde grappen over. Dat zal hier ook over gebeuren. Maar waarom wij dit serieus
starten, deze show, is omdat dit een serieus boek is en een serieus verhaal. Dit is niet een knipoog, dit is geen prank, dit is niet ha-ha, volgende week is het allemaal weer toppie. Dit is gewoon jouw verhaal en dit is jouw besluit. Ja, maar en ik ga het hier niet iedere week over hebben. Nou, ik dat hoeft ook niet, hoor. Gedaan. En het jij mag enige, er ook grappen over maken. We hoeven niet elke week over hebben. Misschien zeg ik aan het eind van de uitzending... Tot volgende week? Ja. Nee, joh, maar dat je niet, dat de kijker niet denkt dat we hier een showtje op zitten te voeren. Want dit is gewoon, nou ja, dit is jouw besluit. Het staat in dat boek. Dat boek komt eerdags uit. En Dennis zegt, ja, ik wil wat liever in ons programma zeggen dan dat ze dat ergens anders moeten lezen. Dus bij deze. Ja. Ja. En het duo Jan en Dennis, die gaan zo door zolang het duurt. Ah ja, maar goed, tot zover dit. Want er zit ook wat moois aan verbonden. Ja. Want wij... We doen een prijsvraag. Dan kan je een gram van Dennis' assen winnen voor aan de ketting. Nee. Is dat het mooie niet? Nee. Wat gaan we doen? Ja, we gaan doen. Je kan gokken op welke dag hier... Nee. Jan, alsjeblieft. Kan het volgende week niet gaan. Dan? Wat gaan we nu voor iets moois doen? Nee. 2 april... is de boekpresentatie. Ah, gezellig. Ja. In de Kunstlinie in Almere. En denkt u, is dat dan een boekpresentatie... waar alleen maar krabbeltjes worden gezet door Dennis? Nee, zo vol ben ik niet van mezelf. Het is een... we maken er een roddelpraat live spektakel van... in een theater. Kunstlinie Almere is niet alleen een theater. Het is ook een uitvaartcentrum. Fantastische koffie. Plakjes cake krijg je erbij. Hartstikke leuk. En ik zal een liedje ter gehoor brengen. Ik ben niet op stem vandaag. Nou, ik hoop dat ik tegen die tijd... Goed. 2 april is dus... maken we een mooie spektakel van een theaterstuk. En iedereen over wie wij het ooit hebben gehad... is uitgenodigd. Ja, ik noem een Charlie Luske, oh, Dominique Desi, oh, Sander Schimmelpennink, Gordon, Patty... Alles en iedereen is er wel. Everybody is er. Vrienden van de show zijn er ook. Mr. Nightlife is er in ieder geval. Iedereen wist het. Ja, en eigenlijk iedereen die je ooit bij de show hebt gezien is er ook. En wij maken er een luisterpartij van. En na de tijd kunt u met ons gaan borrelen. Ja. Ja, we gaan na de tijd maken we een feestje van, heb ik gehoord. Oh, nou, dat wordt vast gezellig. Dus eerst live dat theaterstuk, daarna dus de meet and greet en de borrel. En stel nou, u wil echt graag een krabbel in de kaft, dan kan dat. Nee, hoor, ik zie je wat vertellen. Dat wordt hartstikke leuk. We gaan er een live roddelpraat doen over de gasten die we altijd hebben besproken. Maar die waarschijnlijk dus niet komen op de presentatie. Dat weet je niet, een beetje. Het lijkt me toch stug dat er een paar mensen daar trek in hebben. Want ze hebben een verschrikkelijke hekel aan je. Ik denk dat het drukker wordt op je crematie. Dat die mensen dan wel allemaal komen. Waarschijnlijk allemaal met een feesthoedje op. Maar het is wat het is. Het zal allemaal wat zijn. Ik ben er in ieder geval wel. We maken er iets leuks van. Ja. Als er namelijk, als ik ergens gek op ben, is het zwarte humor. En dan heb ik het niet over... zwarte humor qua people of color. Maar meer dat, ja... Ik hou van grapjes maken over mensen hun ellende. En hoe mooi is het dat ik een suïcidale, bipolaire... maar is depressief, co-host nog een paar tijden omheen kunnen hebben. Mooi is dat. Ja. Nee, we maken er iets leuks van. Ja, maak er iets leuks van. Kom dus allemaal vrienden van de show. Er is live muziek. Mr. Nightlife komt zeker. Kom nog meer. Zeggen. We zijn daar nog mee bezig. Maar dat is dus nu te koop op het boek van Dennis.nl. Oh ja, dat is een website. Dan denk jij, dan krijg ik alleen maar een live show te zien. Nee. Want je koopt een kaartje. En dan wat je dan nog meer krijgt is de live show van ons natuurlijk. Maar dat is gewoon, we gaan gewoon lol maken. We gaan plezier maken. We gaan en borrelen na de tijd met jou. En je krijgt, als je dat kaartje koopt, het boek van Dennis. Maar niet zomaar het niet boek van dit Dennis. Boek. Nee, de hardcover. Ja, dus een chique editie met foto's. De chique editie met foto's. Ja. Dus niet de softcover. Dat kan je pas later kopen in de boekenwinkel. De Bruna. Nee, de hardcover is de special edition. Zo hard als een doodskist. Ja, en die wordt dus alleen daarvoor gegeven. Denkt u nou, ik wil wel heel graag dat boek, maar niet naar dat theaterstuk. Nee. Onbegrijpelijk. Maar ook dat kan op het boek van Dennis. Ja, kijk, en het is met een lach en een traan wordt het, hè? Want het wordt ook een beetje emotie. Dus mocht je denken van, nou, ja, ik hou eigenlijk niet van lezen, maar ik hou wel van lachen of van huilen, dan kun je ook komen. Goed, kijk, het boek van Dennis.nl en we bellen dus iedereen die ooit te sprake is gekomen in dit programma.
Die staat ook in het boek. Hè? Ja. Het boek gaat niet alleen maar over het einde. Het boek gaat ook over alles ervoor. Ik ben in ieder geval overtuigd. Ik wil het boek kopen. Ja, ja, kijk. Oh, hij gaat het boek kopen. Ja, ja, dat... Jammer dat hij niet kan lezen. Maar ja, waarschijnlijk gaat hij er of zijn hol mee afvegen. Of hij maakt er een haardvuurtje van. Maar dat maakt niet uit. Ook mensen van kleur zijn dus geïnteresseerd in het boek van Dennis.nl. De komende weken gaan we dus alle audiofragmenten laten horen van de mensen die uitgenodigd zijn door de schrijver Andries Jelle de Jong. Ja. En dan beginnen we bij Dominique Weesie. Ja, die komt. Ja, die is uitgenodigd. Sterker nog, er werd gevraagd. Ik vraag aan Andries de Wens. Ik wil graag het eerste boek uitreiken aan Dominique Weesie. Tuurlijk. Ja. Moet ik heel even dat fragment erbij halen. Mogelijke man. Ja, mogelijke man. Dominique. Hey Dominique, goedemiddag. Je spreekt met Andries Jelle de Jong van uitgeverij Flinterhin. Goedemiddag. Nee. Mag ik je heel kort wat vragen? Vertel. Heb de afgelopen 4 maanden gewerkt aan een biografie van Dennis Schouten. Een biografie van Dennis Schouten? Ja. Kom maar. En die is nu zo'n beetje klaar. En die gaan wij op 2 april aanstaande presenteren in Kunstlinie in Almere. En Dennis die zou jou graag het eerste exemplaar willen uitreiken. Omdat jij heel veel... Andries, hou maar op joh. Hou maar op. Oh. Vind je het gek als ik hier even niks mee te maken wil hebben? Daar verval je me een beetje mee. Oké, dat maakt ook niet uit. Maar het antwoord is nee. Oh, oké. Okay. Oh, dat vind ik spijtig. Ja. Dennis die is jou heel dankbaar voor de kansen die jij hem hebt geboden. En nou, dat is hartstikke mooi. Zonder enige... Maar goed, als je het niet erg vindt, ga ik bij deze ook gewoon ophangen. Want ik heb even betere dingen te doen dan dit. Oh, nou, dat vind ik heel spijtig om te horen, Dominique. Ja, dat wordt opgehangen. Ja, dat is... Dat is even pijnlijk. Ja. Ik denk dat het ook zo gaat straks bij mensen die uitgenodigd worden op je begrafenis. Oh, die wordt gecremeerd. Ja, nee. Denk je niet? Ja. Maar ik kom hoor! Ja, wat vond je van de reactie van Dominique? Ja, het lijkt erop of Dominique je niet meer heel raar vindt. Nee. Terwijl wij hier altijd netjes en beschaafd over de beste man zijn gebleven. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij onze oud-werkgever nooit zouden beschadigen. Ja. Dat we die altijd netjes zouden behandelen. We hebben ook nooit iets over zijn privéleven gemeld of zo. Nee. We hebben ook nooit iets negatiefs over die fantastische omroep van hem gezegd. En dan wil hij toch niet komen op jouw afscheidsreceptie. Ja. Verschrikkelijk vervelend. Ja. Nee, dat had ik niet verwacht. Nee. Mogelijke man. Mogelijke man. En de volgende die we hebben gebeld, weer een vriend van de show. En waar slecht nieuws is, is ook altijd goed nieuws. Sander Schimmelpennink. Ja, dat is een goede... Even één ding. Je kan over Sander Schimmelpennink heel veel zeggen. Bijvoorbeeld dat hij een waardeloze hufter is. Of dat hij bijvoorbeeld heel klein is en iedereen haat daarom. Of dat het gewoon een hele vervelende, nare man is. Maar ik denk dat Sander Schimmelpennink, ondanks dat hij een klein hartje heeft, wel een warm hartje heeft. Dus voor dit soort dingen denk ik dat hij warm loopt. Ja. Denk ik. Denk ik. Komt-ie. Hallo Sander. Hey Sander, goedemiddag. Je spreekt met Andries Jelle de Jong van uitgeverij Flinterhin. Goedemiddag. Hi. Mag ik jou heel kort wat vragen? Ja, we kennen elkaar ook van een aantal andere gesprekken voor een nieuwe revue onder andere. Maar ik bel je nu even met een andere, vanuit een andere hoedanigheid. Ik ben vorig jaar mijn eigen uitgeverij begonnen en mijn eerste boek is af. Dat is een biografie over Dennis Schouten. En dat wordt gepresenteerd op 2 april in Kunstlinie in Almere. En we hebben een beetje met elkaar afgesproken dat iedereen die op een enige manier in het boek voorkomt ook even een uitnodiging krijgt voor de boekpresentatie. Dus ik vroeg me af of je daarbij zou willen zijn op 2 april. Wat denk je zelf? Ik denk dat jij dat heel erg leuk vindt. Ik denk dat ik dat absoluut niet ga doen om 100.000 redenen. Oh. Maar met als belangrijkste reden dat ik Dennis Schouten een van de laagste figuren van Nederland vindt. Joh. Ik dacht dat jij wel een beetje goed was met Dennis. Nee. Oh. Kijk, als jij geen serieus gesprek wil voeren, dan hang ik nu op. Ja, nee, zeker wel. Zeker. Ik bel je met een serieuze uitnodiging voor de boekpresentatie. En... Ja, maar dat is natuurlijk niet serieus, want je weet heel goed dat Dennis Schouten samen met Jan Roos een programma maakt waarin ze voortdurend lastelijke, stalkerige items maken over mij. Dus ja, het is een beetje rare vraag natuurlijk. Nou, ik dacht dat jouw pijn een beetje inderdaad in de hoek Jan Roos meer zat. En dat je met Dennis wel oké was. Dat was mijn perceptie.
Natuurlijk niet. Dat heb ik mis, oké. En er is geen pijn, dus gewoon die twee plegen strafbare feiten. Dat is geen pijn, dat is een objectief strafbare gedragingen. Maken zij zich schuldig aan voortdurend en hoe laat zullen ze daar een keer voor gestraft worden. Maar hoe kan het zijn als jij, want ze gaan een soort roddelpraat live opvoeren in, op die bewuste boekpresentatieavond. Ik vind het ongelooflijk dat jij, een boek uitgeeft van deze mensen. Dat, als dat je eerste boek is en je wil daar een bedrijf op bouwen, nou, wens ik je veel succes. Niet over Jan, hè? Het is, dit boek gaat alleen over Dennis. En, ja, maar het is ook een vreselijk ventje. Maar, die hulp moet krijgen en niet andere mensen moet lastigvallen met zijn eigen problemen. Oké. Maar ik wou je eigenlijk vragen, want hoe cool zou het zijn als jij daarbij bent, als een soort roddelpraat live gaan opvoeren. Dan kun je ook gewoon daar aan die mensen vertellen, want er komen heel veel mensen in de zaal. Dan kun je gewoon live vertellen hoe je over die mannen denkt. Je hoeft ze niet te sparen. Wat een onzin om te suggereren dat zij binnen het soort van normale domein valt van daar moet je op reageren. Dit zijn extreem rechtse lasteraars, daar moet je helemaal niet op reageren. Die moet je negeren of die moet je voor de rechter slepen. Dat is het enige wat je ermee moet doen. Mm. Dus ik ga jou ook nu negeren. Nou, niet. En ophangen. Ja, ook Sander is er niet bij. Ja, maar vallen mij een aantal dingen op met het telefoongesprek. Andries Jelle Jong is echt een absolute paardenlul. Ja, wat is dat voor paardenlul is dat? Hoezo dan? Met alles zegt hij... Nee, dat begrijp ik wel als je dat van Jan vindt. Maar ik heb het over Dennis. Wat de fuck is dat? Wat is dat voor ongelooflijk nare bloedzuiger? Ja. Die Andries Jelle de Jong. Je hebt het toch gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Nee, ik bedoel niet Jan. Nee, het gaat niet over Jan. Ik snap wel dat je Jan een nare man vindt. Maar ik heb het over Dennis. Wat de fuck is dat? En daarbij... Die schimmelpenning die ons dan weer extreem rechtse lasteraars noemde. Ja, ik vind het fantastisch. Maar toch 3 minuten aan de telefoon blijven hangen, hè? Ja, maar die is kwaad. Die verleidt je altijd om maar te blijven hangen. Ja, maar hij vindt dus dat wij aangepakt moeten worden via de rechtbank. Ja. Dat heeft hij ook meerdere keren aangekondigd, maar nooit gedaan. Nee. Dus dat vind ik wel schattig dan. Ja. Nou ja, er is geval, wel iemand anders... Ja, dat is nu toch al zover, zo kan ik zeggen. Die gaat dit boek aanpakken voor de rechtbank. Oh! Ja. En dat is toch... Laat mij raden. Mag ik even raden? Nou. Zou dat... Ik weet het niet zeker. Zou dat zomaar... Je moedertje kunnen zijn. Ja, dat is mijn moeder. Ongelooflijk. Ja, want in de voorbereiding... Kom zo maar even op. Ja, want zij moest natuurlijk gebeld worden. Althans, eerst op de hoogte worden gebracht per mail. Maar het probleem was, in die luxe editie wou Andries graag foto's van vroeger. Ja, leuk. En toen zei hij, ja, dan ga ik even met jouw moeder bellen en los ik dat op. Maar ik ken die vrouw, dat is een absolute no-go. Maar ja, Andries die heeft wel een bepaald... Het is echt wel een goede schrijver, maar die heeft een plaats voor zijn koffer. Ja, van hier tot aan Jeruzalem. Ja, die heeft een hele bunker voor zaken. Ja. Het boek staat wat een verschrikkelijke vrouw het is. Ja. In het boek staat wat ze allemaal gedaan heeft... waardoor jij denkt, van, nou, ik ga liever... Ik was hier hemelen, maar dan kom je echt niet terecht. Ik heb het over de eeuwige jachtveld. Ja. Ja, met allemaal lekkere kleine hertjes. Jonge hertjes die zo over wolkjes heen springen. En dat jij dan zo achteraan reed. Of niet? Nou ja, misschien dat beeld verzacht veel. Ik zal dat even overhouden in de toekomst. Ja, wat dacht je dan? Ja, nee, ja. En dat je dan de kraan open doet en dat er dan Bacardi Cola uitkomt. Dat is toch een beetje... Nee, elke dag speelt Willem II en Almere City een wedstrijd. Daar zitten we toch een beetje. Nee, ja, en elke deur die je binnenkomt gaat open en dan kom je Santé, Kroeg Santé. Elke deur is het Kroeg Santé. Dat is toch een beetje jouw hemel? Als dat het beeld is, dan zit ik hier volgende week. En als je dan op een gegeven moment zegt... Godverdikke, ik heb honger... dan valt er zo'n hele berg met snitsels op een bord. Ja. Dit is toch wat jij wil? Ja, snitsels. Dit is wat je wil, ja, snitsels. Dit is wat ik wil. Snitsels, ja. En barcootje. En jonge hertjes. Ja. Waar je zonder problemen aan mag zitten. En ik heb gehoord dat het eeuwige jachtvelden... ook geen ondergrens qua leeftijd kent. Ho. Eindelijk. Ja. Nou ja, goed. Alsjeblieft. Weet je wat ik ook heb gehoord? Als je dan eindelijk daar rondloopt, weet je dan wie je daar tegenkomt, wie je daar ontmoet? Nou. Je zoon. Oh. Die heb je toch vermoord? Ja, vond de vrouw wel. Ja. Daar is volgende week
woensdag de rechtszaak. Ja, dat lijkt me zo mooi. Dat jij denkt, en jij dan heb je dit aardse verruild voor je eeuwige jachtvelden. Eindelijk rust, denk je dan. Eindelijk rust in mijn hoofd. En dat je hem, en er vallen snietsels uit de lucht. En overal barcodes. En jongen, en op een gegeven moment voel je zo op je rug in de rij. Papa. Papa. en er staat er een. Papa. En die wijkt niet van je zijde. Overal. Papa. Wat een drama zou dat zijn. Oh, verschrikkelijk. Ja. Nou ja, waar hadden we het over? Als dat zo zou zijn, zal ik je een teken van boven geven. Hoe? Ja. Heel even iets anders. Kijk, ja, dat boek heeft ook de achterkant. Andries wou zelf graag een grote foto van hem op de achterkant. Ja, wat een verschrikkelijke foto. ja, die foto. Het lijkt wel een hele foute Duitse leraar. Moet je nou kijken. Of de, als hier zo'n balkje voor wordt gedaan, een zwart balkje. En dit staat in de krant van iemand die al jarenlang zijn eigen kinderen misbruikt. Oh. Geloof je het ook? Ja, nee. Moet je kijken. Moet je zien. Ja. Ja, dat kan dan niet. Maar Andries heeft Aziatische kinderen en een Aziatische vrouw. Dus dat zou dat is dan geen probleem. Oké. Okay. Nee. Ik bedoel meer, dat zou die niet kunnen, want... Nou ja, laat ik niks... Want hij valt niet op Aziaten. Nee. Dat is toch raar? Hij heeft wel een Aziatische vrouw, toch? Of was dat een foutje? Oh, wacht! Was dat zo'n Thais hoedje wat hij uit zo'n encyclopedie heeft besteld? Voordat ik over Andries wat zeg, wacht ik wel even dat boek is uitgekomen. Dat schijnt echt goedkoop te zijn, hè? Ja. Maar dan, tegen de tijd dat je met ze getrouwd bent, dan lopen ze vaak weg te kringen. Dus je moet ze een beetje vastleggen aan de... Wat? Diezelfde Andries belde dus met mijn moeder. Daar waren wij, dacht ik, hè? Ja. En Andries, die wou graag foto's voor het boek. Ik gaf haar nummer, de beste vrouw, heel lang niet meer gesproken. En mevrouw heeft aangekondigd nu dat er een rechtszaak gaat komen. Die wil het boek voor zijn. Maar hier het toch wel onthutsende gesprek. Met Ingrid. Goedemiddag, mevrouw. Ik spreek met Andries Jella de Jong. Ik ben de biograaf van uw zoon Dennis. Heeft u heel eventjes tijd? Ik luister. Oké. Okay. Ik ben een boek aan het schrijven over Dennis. En met Dennis. Misschien had u daar iets van gehoord. We hebben even contact gehad via e-mail, begreep ik. Mag ik heel veel pauze? Ja, oké. Okay. Heeft je moeder weer jonge kinderen? Nee, wat dan? Ik hoor krijzende kinderen op de achtergrond. Nee, of zijn dat die stinkchinezen van Jelle? Ja, ik weet het niet. Dat is toch niet professioneel dit? Ik weet het niet. Ja, hij was heel gespannen. Voor een boek over zijn leven. Vanaf zijn vroegste jeugd tot aan wat hij nu doet bij Roddelpraat. En als presentator. Dus ik probeer alles erbij te pakken. En wat we ook graag willen is een aantal foto's in het boek plaatsen. Ook uit zijn jeugd en zijn tienerjaren. Nou blijkt er bijzonder weinig materiaal te zijn. Hij is bij zijn vader gaan zoeken. Daar ligt niks. Heeft u misschien nog wat foto's? Ik vind het heel vervelend dat u mij benadert. En wederom met een vraag waar Dennis het antwoord op weet. Ja. Ik weet niet wat hij u allemaal verteld heeft. Maar ik ben bij zijn vader uit huis gevlucht. En ik heb geen spullen meegenomen. Oké. Dus alles wat er is, ligt bij zijn vader. Daarnaast heb ik Dennis gekend totdat hij 14 jaar was. Daarna heb ik hem überhaupt niet meer gesproken. Ja. Dus ik heb niks van Dennis. En dat weet hij. Ja, oké. Nou ja, goed, hij zei, ja, mijn moeder wil misschien niet meewerken of er ligt niks. Hè? Nou, zijn moeder wil in elk geval niet meer lastiggevallen worden. Ik wil hier ook niks mee te maken hebben. En ik wil ook niet op welke manier dan ook herkenbaar gemaakt worden. En dat heb ik Dennis ook al duidelijk gemaakt. Een biografie is een boek over zijn leven en moet niet over mij gaan. Oké, ja, goed, dat staat daar even los van. Ik ben vooral op zoek even nu naar fotomateriaal. Maar ik wil dit wel even duidelijk gezegd hebben. En ik ga dat zeker stappen in ondernemen als ik merk dat het anders is. Ja, oké, dat staat u vrij natuurlijk. Het is trouwens niet mijn bedoeling om u lastig te vallen overigens, hoor. Maar Dennis weet dat u mij daarmee lastig valt. Ze is erg boos. Nou ja, ja. Dus laat heel even voor de duidelijkheid, tot mijn 16e
woonden ze bij mijn vader en wij waren op vakantie toen ze een week de tijd had om te verhuizen. Maar goed, buiten daar. Maar dus, zij zegt 14. Ja, het, ze liegt dat ze barst. Maar ze zegt dat ze het huis altijd vlocht is voor de kaasboer. Ja. En dat is misschien wel waar. Nee. Nou ja, jij zegt altijd dat ze zat te schijten met een checkie. En dat ze toen van de play is getrokken. Dat klopt. Maar ja, dan zou ik ook vluchten. Maar toen zijn wij, of toen ging zij vreemd met een andere man. Oh. En toen zijn wij een week op vakantie gaan. En in die week is zij rustig verhuisd, zat ze alleen. Mag ik raden? Nou? Spanje. Wij zaten in Gran Canaria toen. Niet in Spanje? Ja, dat is ook Spanje. Oh. Maar goed, dit gesprek gaat dus moeizaam. Maar Andries zou Andries niet zijn als hij toch nog een keer vraagt naar de foto's. Ik vind dat, maar de manier waarop Andries Jelle de Jong belt. Ja. Ik snap wel dat iedereen tot nu toe geïrriteerd is. Ja. Jij nee, niet? Nee, ja, maar misschien maakt hij nog goed. En ik heb uw nummer zelf gevraagd aan Dennis. Van, goh, mag ik misschien eens met je moeder bellen om te vragen of daar misschien nog wat materiaal ligt? Ja, en dat komt niet zomaar ergens vandaan. Dus ik wil niet meer hiermee lastiggevallen worden. Nee, ik probeer u niet lastig te vallen, maar een gewone vraag te stellen. Kunt u mij dan misschien verder helpen? Zou er op een of andere manier ergens nog andere foto's zijn van hem? Bij een familielid? Ik vertel u dat ik niks heb en ik vertel u dat ik Dennis maar gekend heb totdat hij geen 14 was. Hoe kunt u mij... Ik wil mij niet lastigvallen en u gaat gewoon door met vragen stellen. Ik wil hier niks meer van doen hebben. Ik vraag dus u of u mij misschien... Ik vraag u of u mij... Ja, dat is voor het eerst dat mijn moeder een punt had. Je moeder had sowieso een punt. Want dat wil ik best aan onze kijkers mededelen. Ik ben twee keer door Andries Jelle de Jong gebeld in een week. En ben twee keer kwaad geworden. Zowel tijdens het gesprek als daarna. Ja. Wat een vervelende man is dat. Andries is geen handige, is niet heel handig in het bellen. Nee. Nou ja, goed. Maar ja, goed. Tot, maar ik vond het wel grappig. Dat hij dan zegt... wilt u mij niet lastigvallen? Wilt u mij niet lastigvallen? 25 keer. En dat hij zegt... Ja, nee, maar ik wil u ook helemaal niet lastigvallen. Ik wil foto's. Ja. What the fuck? Dan moet zij zeggen, ja, daar valt u mee meer lastig. Het ernstige is wel dat zij fotoalbums heel veel heeft van mij. Oh, echt? Ja, maar die wil ze niet. Ja, misschien heeft ze die wel weggepleurd. Kan toch ook? Dus ze denkt dat stinkjong wegwezen. Nee, ik rijd nog wel eens langs de auto. Maar mijn babyschoentjes heeft ze nog om de voorspiegel ingebonden. Oh, echt? Ja, het is een bijzonder portret. Zullen we, voordat jij er een einde aan maakt, die babyschoentjes uit die auto stelen? Lijkt mij dus echt leuk. Ja, lijkt mij. Worden wij een keer lam? Woon ze in Enschede nog? Ja. Nou, dan worden wij een keer lam in Enschede. Ja. Blijf ik daar slapen. Gaan we s'nachts trappen het voorraampje eruit. En jatten we jouw babyschoentjes. Ja, is toch leuk? Ja, lijkt me leuk. Dan pleuren we die in de kist. Ja. Maar goed, de vraag is nu natuurlijk. Of zij dat boek kan voorkomen. Dat is een beetje... Dag. Nee. Want zij ze... Ja, luister. Je schreef een biografie voor Dennis, niet over mij. Nee, dat is je zoon. Dus dan gaat het ook over jou. Ze kunnen het moeilijk zeggen dat jij volledig en alleen uit de fluit van de kaasboer bent gekomen. Dat wordt lastig. Lijkt mij ook lastig. En aangezien je door haar volgeproppt bent met medicatie, heb jij er geen zin meer in straks. Dus dan wordt het een beetje vreemd om haar eruit te halen. Dan krijg je gewoon een heel raar boek. Van, ja, Dennis kwam ter wereld nadat de kaasboer aan zijn eigen fluit had gerukt. En toen zag je niet meer zitten opeens. En toen was het klaar. Dat is ook een heel dun boek. Dat was geen boek geworden, maar een A4'tje. Ja. En dan had misschien je vader wel een foto dat hij zo zat. Alsjeblieft. Maar ja, weet het er niet. Tot zover. Het boek is dus nu nog te bestellen. Het is even wachten op dat kort geding van De Boze Mevrouw. 2 april dus, het boek en groot feest in Almere. Ja, het boek we hebben alleen nog niet de prijs genoemd. Moeten we nog doen. Maar goed, je ziet die foto's nu op de achtergrond, denk ik. Dus welke foto's? Nou, met van die site. Oh, ja. Het wordt gewoon ook een gezellige avond. En een gezellige avond voor 40 euro is weinig geld. En dan krijg je nog godverdomme de boek ook. Nou ja, goed, het was dus een bijzondere uitzending. Maar we willen nog met vele uitzendingen vervolgen. Ja, dat mag godverdomme wel hopen, ja. Ja. Nou ja, goed, iedere week is nu de vraag. Leef je nou iedere week in spanning of ik er nog zit? Ik wou zeggen, ben je er volgende week? Maar ik ben er volgende week niet eens. Nee. Ja, ik ben er volgende week even niet. Ik ben even op reis. Er komt een leuke vervanging. Dat is wel heel grappig. De begrafenisondernemer uit Glanenbrug.
kom volgende week langs. Er komt een iemand die, die kraaien kan, met kraaien kan jongleren. De cakebakker van de plaatselijke crematie. Die, die gaat hier een cake-test doen met Dennis. Dat is wel heel leuk misschien. Dat wordt hartstikke leuk. We gaan muziek uitzoeken. Ja, we gaan muziek uitzoeken. Ja, ja. Daar ben ik er helaas niet. Ja, nee hoor. Maar even iets anders. Je bent wel bij de extra deze week. Hè? Je bent wel bij de extra deze week. Ja, tuurlijk. Ja. Luister eens eventjes, dames en jongens en meisjes. We blijven dus nog wel even bestaan. Hij dus ook. We gaan nog wel even door. Dus Rollenpraat gaat ook nog even door. Dus we hebben jullie ook nog steeds nodig. Ja of nee? Dus blijf ons steunen. En als je dat niet doet, doe het nu zeker. Misschien wel omdat je denkt, ach, die arme Dennis. Ja, dan verdien ik ook nog een keer wat aan je. Rollenpraat.backme.org. 5 euro's per maand te doneren. Zodat we dit prachtige programma, emotionele programma, kunnen maken. Ja, het had wel diep gelaagd. Och, godverdikke. 5 euro's per maand, wat is dat nou? Dus 1,25 voor per week dat wij hier kunnen zitten. En dat Dennis genoeg reden heeft om onder ons te blijven. Dat is allemaal grof. Doen we dan helemaal niks terug? Naast hele mooie privéverhalen. Ja, zeker. We doen een kleine gesten terug. Want alles wat we overhouden van de gewone uitzending. Wat normaal wordt weggekieperd. Wat normaal prullenbakje ingaat. Wat normaal OJ op zijn boterhammetje smeert. Daar maken we een balletje van. En die gooien we hoepelepoepset op de stoep. Om 6 uur in je doosje. Ja, want we hebben natuurlijk heel veel onderwerpen. Die kunnen we niet allemaal kwijt in de regeling. Nee, is heel vaak een beetje te grof. En dan de spullen of. En die onderwerpen gaan dus in de extra. Dat is dat. En dan is het tijd voor, ja, toch wel weer de boodschap. Ach, wat heerlijk. Dat gaat gewoon door. Ja, ik draag een emotionele boodschap uit. Of niet? Nee, het is nou wel mooi geweest. De commerciële boodschap. Ja, sowieso. Waarheen leiden we? Reclameblokje. Ja, kan ik dat nu iedere week omhoog? Nee, op sodemieter. Ik zit al hele uitzendingen in een soort met een boek dat omhoog is, in een soort telcel reclame. Het boek van Dennis.nl. Wat een boek, geweldig. En 2 april bent u er dus bij. Ja, dat wordt geweldig. Eigenlijk, ik hou er helemaal geen ene reet aan over aan het boek en die boekpromotie hier. Dat is toch heel raar? Ik ga volgende week. Oh nee, ik ben er volgende week niet. Nee, ja, enfin, nee. Koop het boek op het boek van Dennis.nl. En als je wil, kom dan 2 april. Naar de boekpresentatie, daar ben ik ook. Daar maken we er echt een show van. Maken we iets gezelligs van. Ja. En dan drinken we een borreltje op het. Op de weken, maanden, jaren die er nog zijn. Ja. Gaan we dat maar doen. Drinken we dan een borreltje op? Op mij. Op jou. En op jou. En op het programma. Oh. Wel wist u dat we dan ook eigenlijk precies 4 jaar bestaan? Nou, dan wordt het ook een keer tijd om de stekker te trekken. Andries die zei van, ja, kunnen we niet doen alsof Roddelpraat 5 jaar bestaat? Ik zeg, maar we bestaan geen 5 jaar. Nee, dat klopt, maar dat weten de mensen niet. Ja. Dat kan toch niet? Van gek. Ja, ik zeg, dit is 4 jaar al dus. Ja, nou ja, goed. Nou ja, zo heeft u wel meer aan dingen aangedekt in het boek dan, denk ik. Nee, dat is, verder heb ik dat allemaal nagekeken. Oh. Jij wil iets kwijt over zonnepanelen? Zeker weten, want af en toe, heel af en toe, eigenlijk nooit. Maar heel af en toe komt er iets goed uit Den Haag, uit de Eerste Kamer. Want wat is er nou? Het blijft dus goed en commercieel om zonnepanelen te bestellen. En die verkopen wij op janandenniszonenergie.nl. Wat is er dan aan de hand? De, hoe heet dat? Saladering? Soldering? Hoe heet dat? Salderings. Salderings. Oftewel, dat je, als je te veel stroom opwekt op je zonnepaneeltje, dat laat je afvloeien in het energienet. En als je stroom nodig hebt, dan trek je het weer terug aan het energienet. Dat systeem, dat zou uitgefaseerd worden. Liever gezegd, dan zou het heel duur worden om die troep op je dak te hebben en dat hele proces te doen. Maar dat gaat niet door. Dus, het heeft wel zin om zonnepanelen te bestellen op janandennissonenergie.nl. Goed voor je portemonnee, want ze zijn erop teruggekomen. Godverdomme wat lekker, ook voor ons bedrijf. Ja, twijfelt u nou nog naar dit verhaal? Als u even daar een offerte op vraagt of uw berichten via daar, dan leggen zij het uit waarom het ineens door de nieuwe wetgeving weer interessant is om panelen te nemen, ja. Want het bespaart heel veel geld. Ook airco's kan je bestellen op janandenniszonenergie.nl. En dan gaan we naar het afbouwcollectief.com. Het afbouwcollectief.com zoekt personeel, net zoals het warmtepompcollectief.nl. Kijk, ik ben... Hallo. Ik ben een doodskist aan het timmeren. Dus wilt u werk, ga dan naar het afbouwcollectief.com of het warmtepompcollectief.
www.boekhouden.nl. Oh. Maar... ze zoeken personeel. Ja. Waarvoor kan je ze bijvoorbeeld bestellen? Afbouwcollectief.nl. .com. .com. Aanbouw, doorbouw, verbouw. Badkamers, daken. Latexbuiten, stukken wat? En daken. Daken. Buitenstukken doen ze ook. Tuinopgravingen. En kuilen graven voor een ander. Ja, ik ga dat niet doen. Nee. Nee, maar dat hoeft niemand te doen bij een crematie. Oh, nee. Maar goed, ze stellen iedere... Waarom wil je verstrooid worden eigenlijk? Ja, dat wil ik allemaal niet. In santé. Ja, gewoon op de grond. Ja, of in de asbak zo. Ja, de asbakje, ja. Maar zij stellen ook iedere week personeel voor. En deze week is het de tijd aan Bob. Oh, wat leuk. En wie is Bob? Ik zie alleen maar witte auto. Oh, is Bob... Is dit Bob? Ja, dat is Bob. Ja, zoals je op de foto ziet, is Bob een klein mens. Bob is 28 jaar en hij doet van alles en nog wat. Hij houdt van reizen. Hij is fan van Roddelpraat vanaf het begin. Bob, dankjewel voor het kijken. Haak niet af, aangezien we hier een terminal hebben zitten. En hij is natuurlijk een donateur van de extra's. Blijf dat vooral doen. Enfin, een foto van Bob zie je hierachter. Bob in zijn caddy. Dat is die witte... Volkswagen. Ja. Zoals je ziet is Bob nogal klein. Hij is bijna net zo groot als de buitenkijkspiegel. Dat komt omdat Bob heeft een groeiafwijking. Bob heeft het kleine mens-syndroom, oftewel het kaboutersyndroom. Dat is een heel grappig verhaal. De moeder van Bob wist niet dat ze zwanger was. Want Bob is dus niet op de gewone manier op de aarde gekomen. Bob is gewoon uit zijn moeder gewandeld. Zo klein was hij toen. Zijn moeder dacht op een gegeven moment, wat is dat nou? Net een beetje zoals Anouk met die wc. Ja. Wat is dat nou? En dan deed ze zo, met een wc-buurtje. En dan zei ze, hè? Dat was Bob. Bob was zo groot. En Bob is uiteindelijk, dat zie je hier op de foto, 32 centimeter lang geworden. Dus Bob doet veel inspecties voor afbouwcollectief.com. Bijvoorbeeld grote inspecties. Ja, dan pakken ze Bob, maken ze een balletje van. Dan mieten ze hem zo op het dak, rolt hij op pop in de goot. Dan gaat hij heen en weer lopen. Kijken of het allemaal heel is. Bob is daarin heel erg handig. Ja. Bob, dat is misschien een beetje een gek verhaal. Bob heeft wel moeite met het krijgen van een vriendin. Er zijn heel weinig meisjes die zin hebben in een vriend van 32 centimeter. Ja. In een vriend van 32 centimeter. Maar Bob is in zijn geheel 32 centimeter. Dat is vreemd. En dat is ook moeilijk. Maar Bob heeft nu een relatie. Dat is het enige wat we kunnen aankondigen. Meer kan ik er niet over zeggen. Omdat Bob dat graag privé wil houden. Het enige wat ik kan zeggen is dat het een familielid is voor onze OJ. Het is een hele grote big black mama. En... Daar heeft Bob een relatie mee. Ik ken Bob, dus ik denk dat het goed is zo. Bob komt wel eens bij mij thuis, dus is goed zo. Bob is wel eens kwijtgeraakt in zijn nieuwe vriendin. Nou. En die is er toen... Bob is inderdaad wel eens kwijtgeraakt. Maar ik denk dat het goed zo is met Bob. Ik heb nog... Nee, het is goed zo met Bob. Nee, maar Bob komt volgende keer naar jou. Er was ooit een Amber Alert van Bob. En toen hebben ze Bob achter de tweede eierstok van de nicht van OJ gevonden. Maar dan hou ik wel op. Goed, afbouwcollectief.com kunt u dus heen voor alle klussen of werk. En dus het warmtepompcollectief.nl ook voor werk of die warmtepompen. Ja, wat is het met die warmtepompen? Dat moet ook, maar ze wil vooral personeel. Oh, ja. Wil je werken aan de warmtepompen? Ga dan naar warmtepompcollectief.nl. Of wil je werken bij het afbouwcollectief.com samen met Bob? Dan moet je daarheen gaan. Ook voor kleine mensen. We gaan hem afsluiten. Ze discrimineren daar niet. Want Bob ook niet, want die klimt met liefde in die Big Black Mama. Nou, ik denk dat Bob met liefde bij jou op balkon klimt. Om je straks een klap op je bek te geven. Maar het is toch een heel klein mannetje. Nee, man, dat is een hele grote afgetreden vent. Maar waarom is hij dan zo klein op die foto? Ja, dat lijkt zo. Dat vertekent de foto. We gaan afsluiten. Goed, dames en heren. Bijzondere uitzending. Ja, bijzondere uitzending. Bijzondere uitzending. Laat ik hem daarmee afsluiten. Volgende week dus zonder jou. En ik zit hier dan met anderen. Leuk. Ja. Ik wens jullie daar heel veel plezier mee. Weet je wat altijd fijn is? Dat is altijd zo, ik wens jou heel veel succes. En het fijne is altijd... ik kom altijd terug. Ja. Ja, ik wel. Ja.
of we niet komen, we hebben die week erop. Maar ik ben er dus volgende week wel en we gaan... Weet je zeker? Nee. En we gaan zien met wie. En 2 april zien we u heel graag. Ja. Maar dat voor dan. We zien u graag bij de extra. Dank u wel en een fijne avond. Dag! Zeg je nou ook geen gedag meer? Ik zei dank u wel en een fijne avond. Oh.